Hij had alles in de weekenden gefilmd en de rollen werden gespeeld door vrienden en buren. Hij bouwde alle decors zelf en verzorgde ook zelf alle special effects. De film heette Bad Taste. Hij was bizar, goor, grappig en leek in niets op wat er verder gemaakt werd. Gek genoeg werd de film vertoond op het grootste filmfestival ter wereld, Cannes. Sommige mensen vonden hem weerzinwekkend, andere fantastisch.